Goeiedag kijkers van TDW, welkom weer bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag hebben we een nuclear gameplay. Mijn derde en ook de derde die ik tot nu toe gehaald heb. Ik heb daarnaast nog wel een heleboel brutals klaar liggen die ik waarschijnlijk in de komende tijd ook ga uploaden. Heb ik wel even een tijdje over nagedacht, ga ik dat doen. Want zoals Black Ops 2 nu ongeveer bij mij bekend staat, is dat als jij eenmaal je Orbital inroept, dan heb je Rage Quitters. En deze gameplay heeft dat niet. En dat zie je ook. Dan heb je gewoon die kans voor die Nuclear en dan gaat het gewoon lekker. We gingen in het begin helemaal er niet voor. Ik zit hier namelijk alleen maar met Noor in de party. En ja, vaak als we dan zeg maar toch voor Nuclears gaan, dan zit je in een volle party. En dit keer niet, met z'n tweeën. Verder allemaal randoms. En we konden ze vastzetten. Gewoon vastzetten en heerlijk lekker op A span treppen. En dat zie je op een gegeven moment ook in de tweede helft van de game. Super relaxed. En daardoor krijg ik gewoon uiteindelijk ook mijn nuclear. Super relaxed. In het begin van de, of nou in het midden ongeveer van de eerste helft. Een beetje, nou ja, het einde. Ik moet zeggen het einde. Het einde van de eerste helft hadden we op een gegeven moment een Orbital en een Counter UAV tegen. En ik dacht echt, what the fuck, hoe kunnen ze die überhaupt krijgen? Dat had Noor eigenlijk precies hetzelfde. Want we maakten ze redelijk in. Het ging in het begin nog een beetje mwa mwa mwa. En toch krijgen ze die Orbital tegen, krijgen we die tegen. Heel raar, dus je ziet me op een gegeven moment een beetje in een hoekje zitten van, ja, eigenlijk wachten totdat die Counter UAV in ieder geval afgelopen was. Want wij hadden zelf non-stop Orbital op een gegeven moment. En dan wil ik nog wel tegen die Orbital tegen spelen. Dat vind ik nog niet zo heel erg. Maar we gingen eventjes wachten, want ik wilde gewoon echt niet dood. Ik wilde niet dood. Dan zie je op een gegeven moment ook dat de Orbital verdwijnt. En ik loop boven daar bij C. En dan zie je in één keer dat er iemand tevoorschijn komt die ik echt met muscle heb. Gewoon echt met muscle. Dat zie je een beetje aan het later in de gameplay. Maar eventjes verder over het wapen. Ik speel met de Vector. En normaal gesproken speelde ik altijd met Foregrip. En Foregrip heb ik het tegenwoordig allemaal afgehaald. Dus de afgelopen 3 weken heb ik dat gedaan. En het is absoluut niet slechter erop geworden. Want Foregrip dacht ik altijd, nou dan gaat je aim is een stuk stabieler, zeg maar. Je hebt niet zoveel recoil. En dat is gewoon bullshit. Foregrip heeft eigenlijk gewoon praktisch geen nut. En dat is echt zo. Ik heb een video gezien van iemand anders. En die vertelde dat en ik ben dat gaan uittesten. En ik heb eigenlijk serieus geen verschil, helemaal niks gemerkt. Ondertussen is dit bij heel veel mensen al bekend hoor. Maar ik denk, ik zeg het toch eventjes. En in plaats van foregrip heb ik stok gebruikt. En nu, eigenlijk simpelweg, kan ik niet meer zonder stok. Stok is zo ongelooflijk geil. Dat is gewoon geweldig. Zonder stok vind ik het, gaat mijn gameplay al meteen een stuk slechter. Dus bijna op alles heb ik nu stok zitten. Dus misschien een tip voor de mensen die dat nog niet gebruiken. Kan je dat gebruiken. Voor de rest heb ik ook fastmag. Dat is ook een beetje standaard, hè. Want zonder fastmag kan ik ook niet spelen. Nou, we spelen non-lethal, dus UAV, counter UAV en Orbital. En je zult ook zien dat we op een gegeven moment gewoon non-stop Orbital hebben. Hijacked, leuke gameplay. Genieten van mijn derde nuclear. Maar we gaan het vandaag even over verschillende dingen hebben. Allereerst de Xbox en de PlayStation. Daarnaast wil ik ook nog even wat over Ghost hebben. En het is alweer een tijdje geleden dat ik een video over Ghost überhaupt gemaakt heb. En dat heb ik eigenlijk een beetje expres gedaan. Waarom? Omdat het tegenwoordig wordt er nu best wel veel aandacht in de media besteed. Of in de media, weet je wel, in de YouTube media. Iedereen die zet het erop, want nou ja, je weet nu de E3 die komt, die is er. En heel veel informatie komt naar buiten. En iedereen die heeft het eigenlijk al een video over gemaakt. En in ieder geval, ik heb er al een heleboel gezien. Maar ik wilde toch eventjes mijn mening geven over alles wat ik gezien heb. Want het is gewoon heel interessant. Vind ik persoonlijk zelf. Maar eerst eventjes over de Xbox en de PlayStation 4. Want iedereen die is eigenlijk altijd wel benieuwd wie wat gaat kopen. Ga je de Xbox, ga je de PlayStation 4? Dus ik heb eventjes een beetje gekeken. En ik ga niet alle specs neerzetten. Dat interesseert mij zelf vrij weinig. Hoewel de PlayStation waarschijnlijk betere graphics krijgt dan de Xbox. En de Xbox waarschijnlijk weer smoother loopt dan de PlayStation. En alle technische dingen daarin, daar heb ik geen verstand van. Dus daar ga ik ook gewoon helemaal niks over vertellen. Daarnaast, de Xbox en de PlayStation die hebben allebei een release date gekregen. En dat is in november. Ze hebben niet exact neergezet. Maar in november dit jaar gaat die uitkomen. Met de prijs voor de Xbox van $500 en euro. En de PlayStation die krijgt $400, 400 euro. Wat best een groot verschil is, 100 euro. En ik denk dat het letterlijk komt alleen maar door de entertainment systeem dat in de Xbox zit, zeg maar. Want de Xbox die wilde uitbreiden, die heeft een entertainment systeem erin gegooid. Hartstikke leuk en aardig. En heel veel mensen vinden dat misschien fijn.
Maar daardoor gaat de prijs omhoog, weet je. Je hebt de Kinect erbij, die kan je nu tegenwoordig bij de 360, moest je die altijd apart kopen. Die zit er nu standaard bij in die bundel. Daardoor gaat die prijs gewoon omhoog. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor heel veel mensen dat de Xbox daarin te duur wordt en de PlayStation. Want 100 euro is gewoon heel veel geld. Voor heel veel mensen. Vooral als jij niet heel veel gamet. Dus je bent niet zoals ik en je bent non-stop aan het gamen. Is het gewoon gruwelijk veel geld. Daarnaast heb je zo'n ding. Hartstikke leuk. Kan je singleplayer spelen. Je moet dus altijd betalen om online te komen. Voor de PlayStation moet je een PlayStation Plus hebben. 5 euro in de maand. En voor de Xbox moet je ook 5 euro in de maand. Dus dat komt neer op 60 euro in een jaar. Wat voor ook weer mensen die wat minder gamen, zeg maar, best veel geld is. Dan kan ik best, stel jij gamet 1 keer in de week. Of jij gamet 3 keer in de maand. Of je vindt het leuk om af en toe. Vind ik het best veel geld. Voor mij, ik vind het meevallen. Ik heb zoiets van, ja, nou, daar ga ik me niet druk om maken. Want ik maak gebruik van dat ding elke dag. Dus daarin haal ik mijn geld er wel weer uit. Wat is het voordeel op het moment als je moet betalen voor de PlayStation en voor de Xbox? Is dat ze de service en alles veel beter kunnen runnen. Ze kunnen veel meer updates kunnen ze geven. Simpelweg omdat je ervoor betaalt. Dus ze gaan er geld in investeren om alles beter te laten lopen. Dus dat vind ik wel heel erg handig. Mijn mening is eigenlijk nog heel erg verdeeld. Ik weet nog eigenlijk niet zeker welke ik ga kopen. Of de Xbox of de PlayStation. Want ik kan ze niet allebei kopen. Tenzij ik heel veel geld heb zometeen omdat ik de loterij win. Wordt het of de PlayStation of de Xbox. En ik twijfel nog. Want de Xbox die heeft de Call of Duty contract. Waardoor ze alle DLC als eerste krijgen. Wat heel interessant is. Maar ga je het daar alleen voor doen? Snap je? Het is... Dat vind ik lastig, want ik wil die DLC wel als eerste. Want dat heb ik nu elke keer niet. En dat vind ik wel jammer, want mijn video's komen zeg maar voor de DLC elke keer een maand later. Terwijl ik het toch wel interessant vind op het moment als het tegelijkertijd uitkomt. Maar ja, ga je het daar alleen maar voor doen? Ga je dan een Xbox alleen kopen? Wil je het entertainment systeem? Wil je de Kinect die altijd op je gericht staat? Weet je wel, dat zijn allemaal vragen waar ik nog niet uit ben. De PlayStation daarentegen is... Nou, ik ga ervan uit dat het een stuk beter is dan de PlayStation 3. De PlayStation 3 ben ik niet helemaal 100% tevreden over geweest. Simpelweg vanwege de service die ze runnen, de lag, weet je wel, al dat soort troep. Is bij de Xbox gewoon altijd beter geweest. Daardoor dacht ik eerst van als de nieuwe Xbox uitkomt, ga ik die doen. Maar nu twijfel ik gewoon heel erg en weet ik het niet. Laat eventjes je mening weten in de comments wat jij gaat kiezen, welke jij gaat nemen. Want sommige mensen zijn echt diehard Xbox fan of diehard PlayStation fan. En zullen daar ook altijd bij blijven. Ik ben simpelweg, ik kijk gewoon naar de specs en ik kijk uiteindelijk gewoon naar wat voor mij het meest voordelige is. Wat voor mij het meest logische is en daar ga ik voor. Nou, dan gaan we eventjes door naar Ghost. Want daar wil ik ook nog eens een beetje over vertellen. En ik ga alweer hartstikke hard. We zitten alweer op de 8 minuutjes. Maar Ghost. Ghost komt er natuurlijk aan. 5 november, dat weten we allemaal al. Ik heb al een paar video's gemaakt. Allemaal dingetjes verteld. Wat uiteindelijk ook gewoon geconfirmed is. Maar eventjes mijn mening over hoe Ghost er nu uitziet. In ieder geval van wat ik gezien heb. Alle singleplayer missies. En dat is eigenlijk best wel heel gaaf. Ik vind het super gelikt eruit zien. Dat komt natuurlijk ook door de nieuwe engine die ze gaan gebruiken voor Ghost. Ziet er gewoon super vet uit. Wat me heel erg triggerde. Om me enthousiast te maken was zeg maar de hond, Riley. De hond Riley vind ik zo geniaal. Dat je die kan besturen, dat het een deel van je team is. En dat die eigenlijk altijd mee op je missies gaat. En dat vind ik gewoon cool. Je krijgt weer een nieuw perspectief. Misschien dat je over 3 jaar of zo, weet ik veel, een vogel kan besturen of iets dergelijks. Lijkt me ook heel cool, by the way. Maar Ghost ziet er gewoon heel gelikt uit. Ziet er strak uit. Ziet er netjes uit. Daarnaast vind ik het grappig dat ze in de omgeving heel veel gedaan hebben. Ze hebben in de omgeving van het spel, zeg maar, als je in het bos loopt, als je onder water bent, hebben ze heel veel mee gedaan om dat zo mooi mogelijk te maken. Zoals een AI in de vissen. En een AI is simpelweg een zelfbesturingssysteem, even in mijn woorden gezegd. Dus op het moment dat je dicht bij de vissen komt, dan zwemmen ze weg, weet je wel. Ze reageren op je en dat is heel gaaf. Voor de mensen die niet weten wat een AI is, dat zit dus in choppers, dat zit in hunterkillers, swarm, weet je wel. Die zoeken hun doel en gaan daarop af. Heel simpel gezegd, heel makkelijk gezegd, maar dan weet je ongeveer wat dat is. Ja, we moeten nog even wachten. Ik heb er heel veel zin in Ghost. Ik hoop jullie ook. Laat even weten wat jullie het mooiste vinden aan datgene wat jullie nu gezien hebben in Ghost. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Vergeet dan alsjeblieft deze video niet te liken. Favoriet, abonneer, deel. Van mijn part smijt je laptop uit het raam. Zolang je hem maar liked. Nee, jongens, dankjewel voor het kijken. En ik ga jullie de volgende keer weer zien. Dus tot ziens.